ga toch even proberen naar dat winkeltje toe om te kijken of die inderdaad mee wil werken met mij. Ik heb mijn soepje hier al staan, die neem ik zo mee naar de kamer, want daar staat mijn wijntje en de koffie. Ja, lieve vrienden, ik zit trouwens een beetje te hoog, denk ik. Dat is mijn mobiel. In ieder geval, ik wens jullie natuurlijk een hartelijk welkom bij een gloednieuwe vlog van Corina en de Beestenboel. Het is al een beetje aan de late kant. Het is 14:13 uur. Ik moet nog even met Rijke uit. Ik moet dat nog opruimen. Ik krijg visite, denk ik, geloof ik, dacht ik te begrepen hebben. Oké, ja, Mary komt eraan, dus hartstikke leuk, hartstikke fijn. Die geeft mij tenminste even afleiding. Want morgen is het 28e, dan kan mijn jongste dochter Katja weer jarig. En ja, maar oké, ik ga nou eerst even met Rijka lopen. En misschien dat ik met Mary ook nog leuke dingen ga doen. Want ik had ook nog in petto, als ze mee wil, weet ik niet, even naar dat winkeltje toe waar ik die mooie kleding heb gekocht. Vraag of ze wilt met mij wil samenwerken. Ja, want dat had ik al gevraagd, maar ze zou erover nadenken. Dus ja, dat wil ik ook even horen. En anders doe ik dat morgen. En dan zaterdag naar de ijsbaan. Want zaterdag heb je dan wel die monster dingen gevallen. Weet ik veel. Ik vergeet iedere keer die naam. Mega Modder Monster Challenge gaat door. Ja, dat is dus nou komend weekend. Morgen en zaterdag. Maar morgen komt Rebecca weer. Dus ja, dat lukt dan niet. Dan moet ik zo'n haartje, repje doen en daar hou ik ook weer niet van. Maar in ieder geval, ik ga nu lekker even met Rijka lopen. Die heeft haar kussen uit de mand naar de Filistijnen geholpen. Eventjes in een half uurtje tijd. Helemaal kapot. Ja, nou ja. Als me bij elkaar geraapt en in de zak en dat gaat weg. En nou heeft ze geen kussen in de mand, het is pech. Ja, kan er niks aan doen, maar het is nog helemaal zo. Maar oké, ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet van jullie dag, doe ik het ook. En ik hou jullie op de hoogte van drijven en zeilen. Ik zou ook zeggen, tot later, doei! Nou, Mary die is net de deur uit en ik ga ook eventjes weg. Ik ga toch even proberen naar dat winkeltje toe om te kijken of die inderdaad mee wil werken met mij. Ja. Dus ik neem jullie wel bij de voorhand al mee. Je weet maar nooit. Nee. En dan laat ik gewoon zien hoe ik dat doe. Ja. Dus simpel zat. Ik ga jullie even in een tas doen. Want het dreigt ook een beetje weer naar vocht. Dus ik zou zeggen tot later. Of in de winkel. Of gewoon weer thuis. Ik weet het niet. Maar dat merken we dan wel. Ik zou zeggen tot later. Ja, lieve vrienden, ik ben weer even retour. Ik ben bij die winkel geweest. Nou, ze moet nog steeds nadenken, want ze wist helemaal totaal niet waar ik het over had allemaal. Dus ik heb het nog een keer uitgelegd, et cetera. Ik ben bij die andere winkel geweest, wat ik die broodjeszaak noem. Nou, daar hoor ik het nog steeds van. Want ze hebben tot april. Want ze zullen eerst hebben dat het hele pand daar van binnen voor hun klaar is. Gelijk hebben ze. Ja, hoeven hun zelf niks meer te doen. Dus net zoals wanneer je een huis koopt, dat het eerst het huis klaar is en aangekleed is voordat je erin trekt. Zo op die manier. Dus een schilderijtje, een dingetje, een datje. Zo wil zij dat daar ook klaar hebben voordat zij er ingaan. En ja, dan reclame maken waarschijnlijk. Dus ik hoop het zo. Ja, april duurt nog heel erg lang, ander jaar. Maar oké, ja, er is een postorderbedrijf die heeft zijn bus kapot, want die huurt momenteel van een Boerend. Ook altijd handig. Ja. Maar oké, lieve vrienden, ik heb een paar wattjes appjes binnengekregen van weet ik van wie. Dus moet ik ook bekijken. Ik moet dat nog steeds doen en ik moet nog renderen. Ik moet nog wasgoed houden. Ik kom er gewoon niet aan toe.
Maar dat ga ik wel zo meteen eerst doen. Maak een bakje koffie en dan, terwijl dat afstaat te koelen, kijk daarmee aan de gang. Dus dat gaan we ook eerst doen. En ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet verder van jullie dag. Doe het met een lach. Probeer ik ook altijd een heel wat te doen, ondanks dat ik een beetje verdrietig ben. Maar ook verdriet gaat wel weer voorbij. Want ja, morgen, hè, de 28e, dan had mijn meisje jaar, is mijn meisje jaar. Ik wil iedere keer zeggen, had mijn meisje jaar kunnen zijn. Nee, dan is ze jaar, want ze leeft gelukkig nog. Maar niet bij mij, nee. Maar oké, lieve vrienden, ik zou zeggen, tot later. Ja, lieve vrienden, mijn eten legt Daro in de oven. Een patatje met een hamburgertje, ja. Op een gezonde manier dus. En Ewen die zit daar, die heeft al eten gehad. Kandalf heeft al eten gehad. En madame Rijka die ligt op de bank, weet ik veel wat te doen. Maar die heeft ook een bak vol met eten, twee zelfs. Maar die laat het zelfs gewoonlijk weer staan, want zet het te druk met andere dingen. Ik heb mijn soepje hier ook staan, die neem ik zo mee naar de kamer, want daar staat mijn wijntje en de koffie. Dus ik heb soep vooraf. Ja, en geschenken toe, zeggen ze altijd, hè. Maar in ieder geval, ik wens jullie voor vanavond een hele liefdevolle avond toe. Geniet ervan, met z'n allen, of je nou alleenig bent, of met dieren bent, of een partner hebt, of kinderen hebt, of weet ik veel wat. Doet er allemaal niet toe. Ook wanneer je alleenig bent, kan je gewoon genieten. Ja hoor. En wees lief voor jezelf. Hé, ook een liefdevolle avond. Ja toch? Maar in ieder geval, ik ga zometeen ook genieten. En ik zou zeggen, voor vanavond later, wel trusten. En lekker slapen. En uiteraard, morgen gezond weer op. Morgen is het alweer een vrijdag. Dan komt Rebecca weer. En zaterdagmiddag. En ik weet hoe, allemaal niet hoe ik het hebben moet. Ik hoop dat het zaterdag knap weer is. Want dan moeten we al vroeg naar de ijsbaan. Want zaterdagmiddag komt Karin. En die zal met mijn tongpiercing aan de gang. Want ze heeft een nieuwe voor mij gekocht. En die krijg ik erin en dat gaat zij doen. Nou, ik hou mijn hart vast. Oh, mijn hemel, echt, ik sta doodsangst vanuit. Maar oké, ik hoop dat het allemaal goed gaat komen. Zij weet hoe het moet, ik weet het niet. Ik weet ook niet welke kant ik op draaien moet, ik weet niks. Dus ja, ze bekijkt het maar zaterdagmiddag. Ik ga er gewoon desnoods bij liggen op de bank en zij gaat erbij zitten of wat dan ook in. Als ik flauw val, dan hoef ik niet meer te vallen, want dan leg ik op de bank. Ja, heel normaal. Dus ja, het komt allemaal goed, lieve vrienden. Ik zou zeggen, geniet ze en tot morgen. Doei!